Een grote verrassing vanmorgen op een persconferentie in het Noord-Brabants Museum. Daar begint over 11 dagen de grote Jeroen Bos tentoonstelling. In aanloop daar naartoe hebben kunsthistorici een nieuw schilderij van Jeroen Bos ontdekt. Het hing in een museum in Amerika, in Kansas City. Dat museum heeft de doek in de jaren 30 gekocht. De man op het schilderij is de heilige Antonius. Eerder werd gedacht dat het geschilderd was door iemand die probeerde de stijl van Bos na te doen. Maar Nederlandse deskundigen zijn er nu van overtuigd dat het een echte Jeroen Bos is. De directeur van het Amerikaanse museum is daar natuurlijk heel erg blij mee. It makes us elated. I think it's so important that all of a sudden Kansas City, the Nelson Atkins, will have an original Jeroen Bosch when you know that only 4 or 5 are in the United States. And it puts us into the cohort of a great circle of museums. Ja, een nieuwe Jeroen Bos die vind je niet zomaar. De afgelopen jaren hebben Nederlandse kunsthistorici alle werken van Jeroen Bos uitgebreid bestudeerd. Met al die informatie op een rijtje durven ze nu uiteindelijk te zeggen dat het Amerikaanse schilderij een echte Bos is. Uniek in de wereld, alle schilderijen van Jeroen Bos zijn de afgelopen 7 jaar op dezelfde manier doorgelicht. Met speciale technieken konden ze zelfs de tekeningen onder de verf zien. Wat een kunsthistoricus doet, is kijken en vergelijken. En dat kijken en vergelijken deden ze met dit soort beelden. Zo konden ze de beslissing nemen, dit is een echte Bos. Ook onder de verf lijkt het werk op de andere schilderijen van Bos. De manier waarop is geschilderd is uiteindelijk het allerbelangrijkste. Dus de penseelstreek, wat je noemt het handschrift van de schilder. Maar dat komt heel mooi overeen met de manier waarop het schilderij is voorbereid in ondertekening. Die we ook heel goed kunnen vergelijken met andere werken van Bos. Het werk gaat straks terug naar Amerika. Daar hebben ze dan opeens een Jeroen Bos meer. And it is good that technology, science and scholarship and the trained eye come together in revealing this kind of masterpieces. Dat een nieuwe Jeroen Bos was gevonden, was achter de schermen al een poosje bekend. De presentatie, vlak voor de grote tentoonstelling in het Noord-Brabants Museum, die komt goed uit. We hadden over internationale publiciteit al niet te klagen, maar zo'n ontdekking is wereldnieuws. En dat heeft hopelijk inderdaad een positief effect op de tentoonstelling. Op onze redactie kunstredacteur Peter Pim Windhorst. Peter Pim, ontzettend Hollandse vraag dit hoor, maar ik wil het wel weten. Wat is dat schilderij nou waard, denk jij? Nou ja, dat blijft een kwestie van raden. Er zijn onlangs nog 2 Rembrandts verkocht voor 80 miljoen per stuk. Je weet het niet. Jeroen Bos komt gewoon niet op de markt. En museumdirecteuren die praten hier uit principe niet over. Die zeggen de kunsthistorische waarde is veel belangrijker. Er zijn maar heel weinig Jeroen Bos schilderijen. En als er dan nieuwe opduikt, dan is dat een heel belangrijk moment. En Jeroen Bos erbij dus, maar tegelijkertijd vallen er ook weer 2 af. Dat moet je even uitleggen. Ja, dat is dezelfde studie. Hè. Ze hebben al die Jeroen Bossen over de hele wereld met elkaar vergeleken. En geconstateerd van, nou, die in Kansas City, dat lijkt, als je naar de kwaststreken kijkt en naar hoe het gemaakt is, lijkt dat een echte te zijn. En er zijn de 2 anderen, die zijn er afgevallen. 1 in Spanje, van het Prado, en 1 in België. En in het Prado zijn ze daar overigens boos over en ze zijn het er ook nog steeds niet over eens. Maar dat nieuw ontdekte werk, zou ik maar zeggen, van Bos, dat kan iedereen gaan bekijken, hè? Ja, over 10 dagen gaat de grote Jeroen Bos tentoonstelling open in het Noord-Brabants Museum. En dan hangt hij ertussen, tussen al die andere meesterwerken. Peter Pim, dankjewel.